Als je ernstig ziek wordt, dan is je herstel je eerste zorg. Maar heel snel ga je ook over andere dingen piekeren. Zoals, hoe moet dat nu met mijn job? Het is goed om te weten dat je er niet alleen voor staat. Er zijn heel wat gespecialiseerde hulpverleners die je doorheen de soms zware behandelingen begeleiden. Maar wist je dat dat ook kan als het om je job gaat? Via je werkgever kun je terecht bij de preventieadviseur of arbeidsarts van de bedrijfsgeneeskundige dienst. Heb je geen werkgever meer? Of heb je liever geen contact met de arbeidsarts? Dan kun je ook terecht bij de adviserend arts van het ziekenfonds. Zij bekijken samen met jou en je werkgever wanneer je terug aan de slag kunt of welke aanpassingen nodig zijn. Soms is die vroegere job niet meer haalbaar en heb je nieuwe competenties nodig of moet je op zoek naar een nieuwe werkgever. De arbeidsarts of adviserend arts verwijst je dan door naar de VDAB. Na je inschrijving leggen we zo snel mogelijk een afspraak vast met een bemiddelaar in je buurt. Neem het aanmeldingsformulier dat je kreeg van de arts mee en ook alle medische documenten die ons meer info geven over je situatie. Je bemiddelaar bekijkt samen met jou welke ondersteuning je nodig hebt om terug aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld sollicitatiebegeleiding, hulp om uit te zoeken welke job je wil en kan, een opleiding om je bij te scholen, leren op de werkvloer, een hulpmiddel of een VOP aanvragen. Soms brengt de bemiddelaar je in contact met een partner van VDAB. Dat gebeurt als we denken dat hij jou beter kan helpen. En dan is het over naar actie. Dat kan al snel via een aantal online tools waar je toegang toe krijgt. Via die weg krijg je een heleboel tips en opdrachten die je helpen in je zoektocht naar werk. Heb je nood aan meer intensieve begeleiding of een opleiding? Dan kun je ook op je bemiddelaar rekenen om alles in orde te maken met het ziekenfonds. Je kunt je bemiddelaar altijd contacteren als je vragen hebt. Ben je terug aan de slag bij je huidige werkgever of een nieuwe werkgever? Proficiat! Breng je bemiddelaar hiervan zeker op de hoogte. Hij vertelt je wat je moet doen om in orde te zijn met de mutualiteit en informeert je arts. Wil je meer info? Surf naar vdab.be.